Een hele goede avond allemaal. Zo. Ik zie eruit, jongens. Hallo. Hey. Oh. Oh, shit. Ik moet hem even op mijn oortjes zetten. Hallo. Jongens. Sorry, ik ben vandaag een uurtje later. Wat is dit voor muziek, joh? Wacht ervoor. Dus mijn zus gaf mij deze aparte hondenmand. En eerst... Echt irritant, want Epidemic Sound, mijn liedjesbibliotheek, doet het niet meer. En het moet natuurlijk allemaal copyright free zijn hier. Hoe irritant. En ik ben mijn Philips Hue-lamp achter mij uit vergeten te zetten. Hallo allemaal, je haar zit echt leuk, Dionne. Dankjewel. Timo, ja, maar mij gaat het goed. Hoe is het met jou, Timo? Hallo Marielle. Je ziet er leuk uit. Dankjewel, de twee BFF's. Hey, Sessie, Christianne, Patty, Judith, Tessa, Zoe. Hallo. En bedankt voor al jullie lieve complimentjes. Om heel eerlijk te zijn, voel ik me niet top. Ik heb gisteren een feestje gehad. Hè? Oh. Hè? Het is niet goed hoor, met die lampen. Wacht. Hey, en er is... licht. En er was licht. Hallo. Het is niet echt sfeervol. Jeetje. Komt het hier ineens zo donker, jongens? Of ligt het nou aan mij? Nou, ik mis muziek. Hé, hey, mijn bibliotheek is weer open. Dus Dark Country. We gaan weer even country muziek. Die country muziek opzetten. Lekker kleurtje op je gezicht. Ja, het was toch ook heerlijk weer? Toch? Wacht, ik ga heel even mijn kleurtjes aanpassen. Even kijken hoor, van die staaf. Kan dat of kan het niet? Nee. Gradient. Aha. Kijk. Nu komen we ergens... Of is dit... Nou, weet je, we gaan lekker horror, hè? We gaan een beetje in het rode thema zitten. Wat dachten we hiervan? Dit vind ik helemaal leuk. Sharella, dankjewel. Zoals elke week, je bent geweldig. Geweldig zo. Nou, ik vind dat echt heel lief. Oh, mijn alerts staan heel klein in beeld. Niet goed. Je stream zit echt geweldig. Nou, dankjewel. Ja, dinsdag wordt het heel warm. Ik ga ook lekker ergens heen. Ik weet niet precies wat, hoe. Maar ik heb in ieder geval lekker afgesproken met een vriendinnetje om iets te gaan doen. Ik heb trouwens een nieuwe stoel. Kijk. Leuk is die, hè? Nu ga ik eindelijk muziek opzetten. Jeetje, wat is het internet hier. Kloten vandaag. Maar goed, jongens. Ik voel me niet zo heel erg fit. Ik heb gisteren een barbecue gehad in de tuin. En... Ik heb op een gegeven moment niet meer bijgehouden hoeveel wijntjes ik heb gedronken. Maar ik ging toch redelijk kruipend naar huis. Dus ik ben niet zo heel erg fit. Trouwens, ik moet mijn excuses aanbieden voor vorige week. I know. Jongens. Ik ga jullie echt een heel gênant verhaal vertellen. Ik heb jullie ook niks laten weten, omdat ik me zo erg schaamde. Mysterious Country. Waar is nou mijn lijstje? Moed. Het is een beetje saai, hè? Maar goed. Het zit zo. Ik had de hele week, dat was mijn eerste week dat ik me een beetje fit voelde na corona. En ik lag er gewoon helemaal af, zondag. Ja, ik lag er zo af, dat ik, nadat ik wakker werd, ik heb een ontbijtje gegeten, even mijn dingetjes gedaan, de ditjes en de datjes. En op een gegeven moment ben ik mijn bed weer ingerold, rond een uur of drie. Ik dacht, ah joh, ik ga een uurtje tukken. Twee uurtjes, hooguit. En daarna ga ik lekker streamen. Op een gegeven moment schrok ik wakker. Keek ik naar mijn telefoon. Jullie moeten eens even drie keer raden hoe laat het was. Het was 9 uur.
in de avond. En ik schaamde me zo erg dat ik dit niet durfde te vertellen. Ik dacht, nee, dit ga ik niet op social media. Ik heb er gewoon niks over gezegd. Want ik vond het zo schaamteloos van mezelf. Om 4 uur duikte ik erin en ik werd wakker om... Het was gênant. Het was heel gênant. Oh no, nooit dutjes doen. Het was een heerlijk dutje, maar ik schrok me dood. Ik denk, nee, kom ik gewoon niet meer weg. Dit ga ik niet op Instagram zetten. Ik durfde het gewoon niet te zeggen. Oh jee, joi. Zo blij dat ik je mocht ontmoeten bij Pathé. Dion, je was echt super lief. Nou Larissa, ook leuk om jou te hebben ontmoet. Het is je vergeven, zoveel mensen hadden dit. Ja, jongens, waar dachten jullie dat ik was? Ik was zo bang dat ik jullie een soort van ongerust maakte. Dat is natuurlijk totaal niet mijn bedoeling geweest. Maar jeetje, wat was ik een... Oh, ik was zo'n mietje. Jongens, mijn liedjes doen het niet. Oh, dit is echt zo stom. Maar goed, hè, we doen het alles eventjes zonder muziek. Eigenlijk ligt het hele internet vandaag op zijn gat, hè, hier. De tv doet het niet. De rest wel, hè, want ik, anders zou ik hier nu niet zitten voor jullie. Nou, mijn slaapritme was dus niet eens vernacheld. Want 2 uur later dook ik er weer in, heb ik de hele nacht gewoon prima doorgeslapen. Zo... Ontzettend moe was ik blijkbaar. Dus ja. Wil je alsjeblieft een fitcheck doen? Je ziet er superleuk uit vandaag. Maar ik ga niet staan. Ik ben een beetje moe. Ik ga even inloggen voor het spel, jongens. Blijkbaar moet ik mijn Steam updaten. Pff, wist ik veel. En Oh jeetje. Hij gaat al meteen aan, joh. Ik wil mijn afspeellijst. Ik denk dat Epidemic Sound gewoon mijn bibliotheek gewoon een probleempje heeft. Wat erg. Gewoon geen verbinding. Ik denk dat Ziggo er vandaag niet zoveel zin in heeft. Ik moet morgen werken van 7 tot 17 uur. Heb je nog tips voor mij als 17-jarige? Volgens mij mag je als 17-jarige niet eens zo lang achter elkaar werken. Ik weet niet hoe dat zit. Estrella Moling, ik had je gemist vorige week zondag. Gelukkig niks ergs. En was je gewoon lekker aan het tukken. Oh, dankjewel lieverd voor je donatie. Dank u. Zo lief. Ziggo again. Dark Country Epidemic Sound. Ik zoek er gewoon even het lijstje op YouTube. Ja. Got it. Hoe lang ben je? Ik ben 1,69 meter. Dus, at Dead of Night, jongens. Dat gaan we vandaag spelen. We gaan niet helemaal opnieuw beginnen, want dit spel wel eerder hier op stream gespeeld, hè, samen met Jamila. Toen zijn we ermee begonnen. En we gaan natuurlijk gewoon starten vanaf waar we gebleven zijn. En ik moet heel eerlijk zeggen, het was heel ernstig allemaal. Want we worden achterna gezeten door, hoe heet hij ook alweer? Ik weet niet meer hoe die heet. Jimmy! Jimmy is echt een eikel. Echt een grote eikel. Hij kan echt niet met mensen omgaan. Het is een psychopaat. Er is ook het een en ander gebeurd daar in het hotel. En ik heb een soort gave. Ik kan communiceren met de slachtoffers die Jimmy heeft gemaakt in dat hotel. Nou, daarvoor hebben we een apparaat. Dus af en toe krijgen we visioen. Hè? Dan komt er een geest tevoorschijn die laat zien wat er is gebeurd. Allemaal hartstikke gezellig en leuk. Alleen... Jimmy, die is niet voor de poes. Nee, want weet je wat Jimmy doet? Die zit je gewoon achter de broek, hoor. Jimmy. Jimmy is echt heftig. Wij gaan ons verstoppen in hotelkamers. Ondertussen
hoor je Jimmy op de gang lachen. Komt hij achter je aan met een of andere knuppel. Het is verschrikkelijk. You can call me Rose, dankjewel voor je donatie, lieverd. Een dikke shout-out naar jou. Maar soms moeten we dus in de badkamer verstoppen, in de kast. En als we te laat zijn, dan komt hij zo met zijn baseballbat. En dan zijn we echt zo dood als een pier. Niet te geloven. Nou, waar is je jurkje? Waarvan is je jurkje? Ik weet eigenlijk niet meer. Maar wat vinden jullie nou van mijn stoel? Deze heeft Crea Chick ook. Ik heb hem een beetje van haar gejat. Want ik was bij haar op bezoek, hè. Om een videootje op te nemen. En toen zei ze, joh, probeer deze stoel eens. Ze zijn echt fantastisch. Toen ging ik zitten. En ik dacht, wow. Die moet ik hebben. Dus ik heb hem gekocht. Meeuw, meeuw, meeuw. Meeuw, meeuw, meeuw. Kijk eens wie er is. Onze grote vriendin. Oh. Dolly, we gaan iets heel spannends doen vandaag. Maar ik heb echt de kater vandaag, jongens. Want, weet je wat het is? Mooie stoel voor Spilloebeen. Spilloebeen. Dolly. Zo gezellig. Ze heeft geen idee hoe schattig ze is. Dat vind ik nog het leukst. Omdat je zo lief was vrijdag, liefst Rosalie. Ah. Oh, dat is de Rosalie die ik heb ontmoet. Ah, leuk. Zo leuk dat je kijkt. Echt heel lief, Spilloebeen. Ja, op een grote paddenstoel, rood met witte stippen. Zat kabouter Spilloebeen. Heen en weer te wippen. Dat was vorige week, hè, jongens. Ik heb echt veel te veel gedronken. Mag niet. Mag niet. Kan er niks aan doen. Ik heb corona gehad, ik ben niks meer gewend. Er werd een wijntje opengetrokken. Deden een paar mee. En ik dacht heel snel... Dit gaat helemaal mis. Ik moet zeggen, vanochtend was ik ook best wel een beetje misselijk. Eerst dit liedje en dan gaan we beginnen. Ik ga nog heel even met jullie kletsen omdat ik dat leuk vind. Esther, jij zit ook lekker aan de wijn. Nou, geniet ervan. Dionne, je hebt een superleuke jurk aan. Oké, ik ga hem toch maar gewoon even laten zien. Want de deur moet ook dicht. Hij heeft zelfs een mooie split. Oh, dus een beetje iets te hoog. Maar het is zo'n omslagjurk. Heerlijk voor in de zomer. Er staan allemaal skorpioenen op en sterrenbeelden. Maar ik weet dus niet meer waarvan die is. Hij is echt mooi. Oh, jongens, ik heb spierpijn. Ik ga even de deur dicht doen, want ik kan er dus niet mee op het moment dat ik een horrorgame ga spelen en de deur staat open. Dus die doe ik maar gewoon heel even dicht. Oh ja, wat vinden jullie van mijn nieuwe haar? Kijk, ik heb een kleine money piece, twee plukjes. Het is wat donkerder. Ik heb mijn extensions even niet ingedaan, omdat ik er geen zin in. Het ziet er mooi uit. Oh, je wil je weten hoe ik me voel. Echt. Mag ik die stoel? Nee. Kennen jullie League of Legends? KDA? Want dat is de band. Of nou ja, dat is de popgroep van League of Legends. En je zou er eens naar moeten luisteren. Het is mooie muziek. Of nou ja, mooi. Het is gewoon, toffe muziek. Lekker. Lekker voor in de auto. De video met Maris was echt hilarisch. Gave jurk. Dankjewel, liever. Noompie26. Dikke shout-out naar jou. Hey, Dolly. Ik heb je zo gemist gisteravond. Dolly heeft de hele dag lekker bij mijn bed gelegen. Het is toch zo'n lekker knuffelhondje. Dionne, hij kan door de deurgaatjes kijken. Ja, dat is ook. En ik kan dus ook kijken. En dan hoor je op een gegeven moment het sleutelgat straks gaan. Jullie begrijpen dat ik het een beetje aan het uitstellen ben. Het is uitstelgedrag, want ik ben oprecht een beetje bang. Want we zitten dus in een moment in dit spel dat Jimmy echt heel, heel actief is.
Wij kwamen bijna de gang niet door. Op schaal van 1 tot 10, hoe eng wordt dit? Ik denk dat dit best wel echt een van de engste horror games is die ik... Nou ja, niet in de zin van eng, maar gewoon heel stressvol. Heel stressvol spel. Dolly beschermt je wel. Ja, hè? Ja. Jongens, wat gaan jullie doen met de hittegolf? Hebben jullie vrijgenomen? Gaan jullie wat leuks doen? Ik ga denk ik even langs een plas liggen met een vriendinnetje. Ik ga ook vrijnemen. Want ik heb het verdiend. Maar niemand wil hier met dit weer werken, toch? Zien jullie trouwens dat ik best wel een mooie thumbnail nog even in elkaar heb geknald? Toch? Hij is toch wel netjes gelukt nog even. Ik ben gewoon een beetje een lui dicht vandaag. Ja. Even kijken of mijn poosje is gelukt hoor. Amazing thumbnail, dankjewel Rose. Rose zeg ik nu, maar Rosalie. Rosalie? Leuk dat je er bent ook hier. Hier in België dinsdag over de 40 graden. Oh mijn god, als je corona hebt met dat weer. Christy, ik wens je heel veel beterschap. Wat klote zooi. Lui, die thumbnail is zo goed. Ja, ik heb hem letterlijk in 5 minuutjes in elkaar gezet. Ik ben heel trots op mezelf. Ik had niet gedacht dat dat zou lukken. Wat vind je van Stranger Things, Dionne? Ik heb seizoen 4 gekeken en ik vond het beste seizoen tot nu toe. Echt, ik ben natuurlijk een horrorfanaat. En ik vond het zo'n lekker horrorthemaatje hebben. En allemaal van die Easter eggs hè, van de jaren 80. Vanuit Five Nights at Freddy's wilde ik zeggen. Maar Freddy Krueger kwam er natuurlijk heel erg in voor. It... Allemaal van die kleine dingetjes. Ja, ik vond het echt fantastisch. En ik vond het gewoon echt een heel spannend seizoen. Ik ben ook echt oprecht heel erg fan van Jamie Bauer. Zo heet hij toch? Jamie Bauer. Die Vecna speelt. Ik heb een paar van zijn songs geluisterd, jongens. Echt. Iedereen is nu helemaal van Running Up That Hill en zo. Van Kate Bush. Maar ga alsjeblieft ook de muziek van Jamie Bauer... luisteren, want het is echt... Ik krijg kippenvel van zijn stem. Niet normaal. Ik glij echt van mijn stoel. Ik ben vorige week zaterdag Harry Styles geweest. Was zo fantastisch. Oh my god. Harry Styles. Ja, oh my god. Hoi Denno. Leuk dat je er bent, stille kijker van me. Maar Harry Styles. Ik hou gewoon niet zo van die kolossale concerten. Ik heb liever gewoon een klein zaaltje, zoals de Melkweg of zo. In plaats van echt ding grote... Ziggo Dome stond die volgens mij? I don't know. Zwarte Cross! Was natuurlijk ook dit weekend. Oh ja, en over Stranger Things wilde ik nog even zeggen. Dat ik heel hard moest huilen toen... toen datgene met Eddie gebeurde. Ik wil niet te veel spoilen, want misschien zijn er nog mensen die de serie nog moeten kijken. Maar hij is mijn favoriete reactie. Reactie. Dit bedoel ik, ik heb echt een kater. Hij is echt mijn favoriete karakter van het seizoen. Dionne, het is klaar met je uitstelgedrag. Nee! Kun je beginnen met het spel, Dionne? Mag je heel even kletsen? Je moet echt beginnen, want ik moet hem om 9 uur uitzetten. Ja, Nicky, sorry lieverd, maar je kan ook terugkijken later. Dionne, spelen nu! Hoe vond je eigenlijk de verraders? Hey, Piespe lieverd! Leuk dat je er bent! Verraders was een fantastische ervaring. Echt... Vorige week heb ik nog met Stefano afgesproken. Super gezellig gehad. Heel veel herinneringen opgehaald. En wel tot de conclusie gekomen dat ik het gewoon weer zou doen. Ik wil het heel graag gewoon weer doen. Ik droom er ook vaak over.
Weet je waar ik de laatste tijd ook vaak over droom? Wat ik echt heel vervelend vind, waar ik echt kippenvel van krijg. Ik droom vaak dat ik een moord pleeg. Per ongeluk. Een hele lullige, per ongelukke moord. Dat klinkt heel raar. Maar ik droom dus dat, bij wijze van spreken, het niet de bedoeling was dat iemand doodging. Maar ik ben wel schuldig. Maar het was eigenlijk niet echt aan mij te wijten. Maar alles zou mijn kant op wijzen. Dus het dan... Ik zit dan in mijn droom en mijn carrière in mijn hoofd. En denk, oh mijn god, ik maak een misdaadpodcast. Nu heb ik zelf een soort van moord gepleegd. Hoe ga ik hier ooit onderuit komen? En fucking ziek. Want ik, echt, het is iets waar ik nooit over nadenk. Maar ik droom gewoon best wel vaak dat ik in zo'n situatie terechtkom. Dat ik zelf dus een verdachte word. Blijkbaar zit dat dan in mijn hoofd. Hoe kan je per ongeluk een moord plegen dan? Nou, Milan bijvoorbeeld, dat iemand per ongeluk in je mes loopt waar je net kip mee aan het snijden bent. Of dat je iemand een douw geeft en diegene komt verkeerd terecht. Dan kan je een misdaad en make-up over jezelf maken. Nou, dat is dus echt een nachtmerrie. Wanneer gaan we beginnen? Rustig, jongens. Erg, hè? Wie is dit? Oh. Ik heb één keer ooit een soort neptasje gekocht op AliExpress. Ja, guilty. En ik word nu de hele tijd geappt door allemaal van die winkeltjes die me wat willen aansmeren. Ik hoef geen tas. Je bent daar te aardig voor. Oh, zeker. Ik zou dat ook nooit kunnen, nooit willen. Pff, echt. Oh, kak. Ik moet echt naar de play. Stop met de vragen om te beginnen. Geniet van het chatten. Ja, inderdaad, jongens. Het is ook gewoon leuk om even te chatten met elkaar. We hebben elkaar een hele week niet, 2 weken niet gezien. Kletsen is toch leuk? Kijk, zodra ik ga beginnen, hè, jongens, let ik veel minder op de chat. Ga eerst naar de wc. Georgina droomt vaak over haar perfecte moord. Girl, ik wil echt niet bij jou in de buurt zijn. Hopelijk kom ik je nooit tegen in één en dezelfde ruimte. Ik krijg best wel... Zie ik in deze chat vragen over mijn muziek. Niet doorvertellen, want het is echt alleen maar voor jullie. Ik heb besloten dat een beetje op een laag pitje te zetten. Er zou iets van me uitkomen, maar stond ik daar toch ineens niet achter en het kwam toch allemaal iets te dichtbij of zo. Het is weer even lastig. Jullie weten dat ik best wel last heb gehad van podiumvrees en met It Takes Two en zo. Weet je, ging het allemaal hartstikke lekker, maar ik zit niet meer op dat level. Na die hele coronatijd, ik heb 0 keer op een podium gestaan en ik vind het echt oprecht heel lastig. Om wat uit te brengen en stel je voor dat dat dan ergens live zou moeten zingen, dan durf ik dat niet. Ben niet op niveau, stem, ik moet het weer gaan trainen en dat heb ik niet gedaan. Ik woon nu samen met mijn vriend en ik zing gewoon niet zo graag waar hij bij is. En hij is er altijd en zingen doe ik het liefst in de avond. En dan is hij altijd aanwezig, dus... is gewoon een beetje weggezakt. En dat is ook prima, weet je. Ik heb het ontzettend druk. Maar het is gewoon raar, omdat het altijd mijn passie is geweest, dacht ik. Dat dat nu zo is veranderd. Raar, hè? Ik ben altijd zo mee bezig geweest. En nu ineens niet. En het is het eerste in mijn leven eigenlijk. Dus ik heb mezelf best wel daarin een beetje teleurgesteld. Maar goed, ik wil me daar fijn bij voelen. Dus voorlopig komt er even niks uit. Het liefst breng ik gewoon liedjes uit en sta ik nooit op het podium. Dat vind ik gewoon vooral heel leuk om te doen. Maar er zijn natuurlijk mensen die meerdere belangen erbij hebben, die investeren. En op het moment dat dat je ergens voor wordt geboekt, ja, dan verwachten ze gewoon dat je dat doet. Want het moet wel worden terugverdiend. Ja, dus dan kan je dat ook niet zomaar laten gaan. Oké, heel serieus gesprek. Fuck dat. Het moest er ook gewoon een keertje uit. We begrijpen het. Je bent geweldig. Doe wat goed voelt. Al wat lief.
Muziek is ook gewoon heel kwetsbaar. Nou, Greken, dat is het, hè. Het voelt voor mij een beetje alsof ik in mijn naki op het podium sta. En daar ligt gewoon mijn hart op dit moment niet. Dankjewel, Shirella, voor je donatie nogmaals. Ontzettend lief. Niet boos worden. Super dapper dat je durft te delen, diep respect. Ik deal met angststoornissen, dus ik kan hiermee compleet in inleven. Wat lief. Wat lief allemaal. Er is een middenweg, maar daar hebben we het later wel over. Ah, oh, super lief, Rosalie. Sterkte met het spelen van het spel. Jij liever dan ik, meid. Daarover gesproken. Ik ga het maar gewoon doen, hè, jongens. Hoe vet is trouwens deze overgang? Heel even, kijk nou. Kijk nou! Vorige keer waren het van die vliegende dingen, hoe heet dat? Vleermuizen. Maar ik vind dit leuker. Vinden jullie dit niet heel leuk? Ik vind het wel heel leuk. Ik heb trouwens gewoon ervoor gekozen normale border op mijn webcam heen te doen en niet, ja. Oké, hier komt ie. Hey, doet mijn game capture het nou niet? Ah. Oh. Ga die ziet helemaal goed. Hoppakee. Goh, wat is het toch goed voorbereid weer. Superleuk dat je weer live bent. Ik ben echt fan van je horrorstreams. Ik zit elke zondag weer klaar met een bak popcorn. Love it. Robin de Pauw, dankjewel lieverd. Super, super, super bedankt. Super bedankt. Ja, dit is toch wel even een beter schermpje zo, toch? Want de vorige keer had ik dan dat logo zo voor mijn mijl zitten. Het was niet helemaal wat ik wilde. Ja, dus... Ik durf niet. Is dit eng? Mwah. Mwah. Een beetje. Klein beetje. Heel pieti pieti, iti pieti, klein beetje. Oh, Dolly toch. Wil je weer aandacht? Oh jongens, ik wil niet. Ik wil dit echt eigenlijk niet. Maar we gaan het wel doen. Veel plezier, Dionne, want ik ga wat anders doen. Want ik wil nog wel wat kunnen slapen vanavond. Oh, jongens, niet weggaan. Ik wil dit niet. Ja, daar gaan we weer, jongens. Oh, 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 oh. Ik weet niet of ik dit wil. Pardon? Start new game. Hey! Zie ik dit nou goed? Is mijn spel niet opgeslagen? Is mijn spel nou niet opgeslagen? Ben ik een donatie vergeten van Noompie? Oh, Noompie, dankjewel. Gewoon omdat ik het fijn vind dat je er weer bent. Dankjewel, liever Noompie26. Hey, volgens mij... We moeten helemaal opnieuw beginnen. Nou vind ik dat op zich niet erg, hè? Want dat betekent dat we er wel weer even goed in kunnen komen voor degenen die dit spel niet kennen. Vinden jullie het heel erg? Ik vind het op zich niet zo heel erg, want ik ben ook eigenlijk best wel een beetje vergeten hoe het ging. Dit is automatisch weg als je op een andere computer speelt. Ik denk dat ik toen inderdaad nog net op mijn oude hè? Nee. Nou ja. We moeten wel. Het is... Oh. Het staat wel heel hard. Doe hem iets zachter. Nou, daar gaan we dan. Dit wordt opnieuw beginnen. Het is niet erg. Kom maar, Dolly. Niet mij laten schrikken met dat geblaf. Anders kom je maar op mijn schoot. Jimmy! Moeten we nou helemaal echt opnieuw beginnen? Oh, het is wel echt
naar. Just leave me alone. Nou, wij zijn dus deze chick. Hallo? Maya, it's Hannah. Hannah, where are you? Where are you? You left me behind. Where are you now? What's this number? We've all booked into a hotel at the Redwood. How far away are you? I don't know. I'll have to call when I get there. You can't. There's no signal. Well, it doesn't matter. Just go to bed, Hannah. Oké, dus we moeten helemaal opnieuw beginnen. Dat is wel jammer. Maar goed. Oeh, Brits, I love! Oké, dus we zijn Brits. Nice. Ja. Ga je ook meespelen, liefie? Dit wordt wel echt een heel spannend spel. Oh, jongens. Wie is Jimmy? Jimmy! Jimmy! Dat is deze freak die we nu gaan zien. Ah, Maya, I presume. Don't be alarmed. Your friends booked you in. Iemand zegt de videokwaliteit is achteruit gegaan, maar dat is toch niet waar, jongens? Je kunt toch gewoon de kwaliteit hoger zetten? You don't have to worry about anything. You're very nice friends. Very nice. And there's quite a few of you I see as well. Nice to see so many fresh young faces. Nou, dit is dus die enge vent. Die gaat ons straks helemaal achtervolgen. And you're here for the music festival in town. Het is niet leuk. Niet leuk. Yeah, we were supposed to be camping there tonight, but... There's hardly weather for that, is there? will you be staying for breakfast? I don't think so. We'll probably just get going. That's fine. And if you don't mind me asking, Maya, would you be interested in the entertainment tonight? Tonight? Starts around midnight, usually. It's me doing it, actually. Comedy. I do this comedy character called Hugo Punch. He's sort of this comedic sociopath, says things that you're not supposed to say, and that sort of thing. It's quite popular with students. I don't think so. We're all just going to bed, I think. Are you sure I can't twist your arm on this? It's okay, I'd rather just go to bed. Sorry. Ik heb het gevoel dat hij niet echt komisch is. Nee, hij is zeker niet grappig. Just take the lift. You're on the first floor. Okay, thanks. Oh, and then drop your key off in the box, if you will, Maya, please, tomorrow. Okay. Oh. Ja, jongens, dit is Jimmy. Best show in town and no takers. Oh, ik ga helemaal op mijn vingers bijten. Zo spannend vind ik het. Proper entertainment when you've got YouTube and nou, my face. Nou, weet je, het begin valt nog wel mee. Stupid, uncultured. Ik ga heel even alles wat zachter doen, want ik hoor alleen maar het spel en ik kan mezelf niet meer horen. Ja, hij lijkt inderdaad wel een beetje een clown, maar heel grappig is hij niet, hoor. Okay? Not tonight. Not tonight. Not They need to be taught a lesson. Zie, hij hoort stemmen in zijn hoofd. Oh jongens, ik weet gewoon wat er komen gaat. Shut up! Just shut up! You always do this, the paying customers. Hebben jullie geen glitches of zo, jongens? Zit even te kijken ook naar de kwaliteit. Volgens mij is het wel prima. Bad eggs need cracking. Whack 'em hard and crack the shell. Kick 'em down the stairs to hell. Ja, met z'n allen kunnen we dit zeker wel. Show them who's boss. Zie je? Hij heeft een gespleten persoonlijkheid. Jimmy is lief en niet zo. Savage Pixel, welkom bij de Onnenfamilie. Dankjewel. Superleuk dat je lid bent geworden. Soms een glitch. Ik zie geen glitches. Kwaliteit is goed. Ik vind het te eng. Maar er is nog niks gebeurd. That's it. Go to sleep. Oh, jullie vinden het wel heel spannend. Het is ook best wel eng hoor, jongens. Maar het is wel... gigantisch goed in elkaar gezet spel.
Je zou er maar zitten. Als dit te verraden was, dat ik Jimmy weggestemd. Same. Hoe eng wordt dit? Nou ja. Valt mee, jongens. Valt mee. Dit is dus het apparaat waarmee we dus contact kunnen maken met degene... Ja, de geesten die rondzwerven in het hotel. En dat zijn dus de slachtoffers van Jimmy. Oh mijn god. Straks even Winnie de Pooh kijken. Komt goed, mensen. Ja, jongens. Als ik een tip mag geven. Kijk vooral iets leuks hierna, hè? Oh no. Jimmy. Jongens, echt. We hebben dit. Jullie kunnen het. Als ik het kan, kunnen jullie het ook. Ik moet spelen. Maak me niet zo bang. Ga niet weg. Doe het om mij te steunen. Mijn hart gaat tekeer. Ja, maar jongens, er is nog niks gebeurd. Nou, daar gaan we dan. This is the device you found. Select this to switch it on. It can detect spirits, voices, if you're near enough to them. Oké, nou, we hoeven niet echt een tutorial te doen. Maar waar moeten we ook alweer heen? We moeten eerst even wat dingen gaan zoeken. Dit spel is te realistisch. Valt mee, jongens. Nou, nu kan er dus nog niks gebeuren volgens mij hier. Hoe zat het ook alweer? De chase. Die gaan wel. We gaan wel een beetje de tutorials weer kijken, want ik ben het een beetje vergeten. Jimmy hides wherever he can. Around corners. Waar was hij ook alweer het meest actief? Want er waren dus plekken waar hij actiever is. En welke plekken niet. Eerst gewoon even die tutorials kijken. Want volgens mij... Or on the ground floor. Or in the basement. Oké, daar kan hij dus niet zijn, toch? Wat zei hij nou? Wacht, nog één keer. Nog één keer. Oké, hij gaat... We moeten dus heel erg opletten of hij niet om hoekjes staat. Soms staat hij er gewoon ineens. Dat is echt verschrikkelijk. Hij kan niet op de trappen. On the ground floor. Dus begane grond kan niet. Of in de basement. Dat zijn de plekken waar we veilig zijn. Ja, dit is echt... Je moet dan zo snel mogelijk wegwezen als je hem ziet, jongen. Oh, joh. Zo stressvol. Jimmy comes in. Hide in the wardrobe. Oh, jongens. Gnome P26. Boe! Ik schrok me dood. Hoe is het geluid voor jullie, jongens? Oh ja, je kunt jezelf ook... Oh, je kan hem ook... Oh, vreselijk. Jullie mogen me trouwens wel helpen, hè? Met... ik weet dat het best wel moeilijk is.
als jullie een beetje de walkthroughs doornemen of je hebt dit zelf ook gespeeld, ja, jullie mogen me best wel tips geven. Dat vind ik prima. Dus, daar ben ik juist, zou ik juist wel blij mee zijn. Dan weten jullie dat. Oh. Zo, nou, dit wordt leuk. Tips geven mag? Nee, ja. Spoiler niet, in de zin van wat er gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar als jullie me helpen met daar, deze kamer moet je nu hebben, dat zou wel heel fijn zijn voor mij. Oké, nou, ik denk dat we gewoon gaan beginnen. Hier zijn we dus veilig, jongens. Hier gebeurt dus helemaal niks. Deur op slot. We moeten het kompas vinden en een scrying mirror. Ja, waar lag die ook alweer? Dat weet ik echt niet meer. Dat weet ik allemaal niet meer. Sowieso op verdieping 1. Oh, ik ben echt heel... Ik ben best wel een beetje bang. Oh, joi, joi, joi. Oh, joi, joi, joi. Zo. Nou, ik denk waar alles, waar het kompas en waar het spiegeltje ook ligt. Ik denk niet hier. Denk ik. Zo. Is het kijkersaantal al gedaald? Een beetje. Ik snap het wel. Het is ook spannend, jongens. Oké. Ik ga hem iets harder in mijn oor zetten allemaal. Schrijf op welke kamers je bent geweest en welke er op slot zijn. Dat helpt... Oh my god. Dat helpt voor later. Maar soms... Schrijf op welke kamers je bent geweest en welke er op slot zijn. Dat helpt voor later. Maar als wij doodgaan door Jimmy, en dat gebeurt vaak... Ilko, dankjewel voor je donatie. Sterkte. Dat is echt heel lief. Wat ik mij dus... Heel erg lief. Ilko, dikke shout-out voor jou. Ik denk dat het opschrijven niet heel veel nut heeft. Oh my god. Gaan we dat gewoon doen? Nou, we moeten hier weg. Nou, de vorige keer dat ik dit speelde heb ik heel veel hulp van jullie gehad. Nou, waar moeten we toch heen? Waar zijn we überhaupt? Oh jeetje. Staat ook zo hard in mijn oor, jongens. Ik wil niet. Ik wil dit niet. Oké, een vies doekje met bloed. Ook nog in die kast. Oké, we moeten gewoon heel veel clues gaan zoeken. We gaan even door het kijkglaasje kijken. Ik hoor hem niet. Pas als die begint te schreeuwen. Oh nee, het is donker hier. Kunnen we hier dan... Oh, dan kun je wel verstoppen. Ja, Jimmy is op het begin nog wel rustig.
Maar uiteindelijk verandert dat. Ah, we hebben het kompas. Dat is mooi. We gaan eens even kijken of we contact kunnen maken. Is anyone there? Nee. Mijn dochter wil een shout-out van je. Ze is een superfan. Lena is haar naam. Nou, Ilko, doe haar de groetjes en dikke shout-out. Voor Lena. Heel veel liefs en hartjes. Oh, kijk. Dat kompas, dat wijst dus aan waar we heen moeten. Ik kik zo hard op horror, helemaal hyped. Ah, we hebben nu dus ook... or in the ground. Wat? Wat stond er? Use the mirror to see clues about where to go or which items. It will also help you locate lost keys. Okay, top. En we hebben een sleuteltje. Hoppakee. Waar is het nu? Huh? Oké, we gaan dat spiegeltje maar eens even gebruiken. Oké, we zien een klein meisje. We moeten naar de lower ground. Helemaal Bel in het beest, die spiegel, maar echt. Is anyone there? Nee, oké. Oh, ja, dit is dus de bathroom op het moment dat Jimmy achter je aankomt. Ja, hij is nu nog niet actief. Oei. Vinden jullie trouwens dat mijn webcam kleiner moet? Ik zag daar net een opmerking over. We gaan trouwens wel even elke kamer langs voor clues. Want dat moet wel gebeuren. En nu hij dus toch nog niet actief is, kan het ook makkelijk. Dit spel kun je krijgen op Steam, jongens, als je het zelf wil spelen. Ik raad je aan het nooit alleen te doen, zoals ik dat nu doe. Maar lekker met een vriendinnetje of een vriendje of wat dan ook. Ik kan wel iets kleiner. Oké, dan ga ik dat straks even fixen. Lord. Ik kan niet meer. Oké, jongens, dan ga ik even voor zorgen dat het kleiner wordt. Even kijken hoe ik dat doe. Oh, nee. Dit was niet de bedoeling. Oh, nee. Nou, jongens, ik doe dit later wel even. Volgende keer. Het wordt een beetje te veel werk om dat nu helemaal aan te gaan passen. Je hoort haar ook inderdaad ademen. Maar ja, wat zou jij doen? Ik zou me ook helemaal de tyfus hijgen als ik hier in mijn eentje zou... Oké, nice. We vinden wel een hoop. Dat is goed. Die muziek ook, hè. Vreselijk. Oh, toen ik het met Jamila speelde, was het toch... Ik hoor iemand op de trap lopen. Ik kan er niet tegen als Jeroen ineens achter me staat. Word ik gek. Oké, we gaan naar de lower ground. Maar, nogmaals... hij is nu niet zo actief, dus ik kan het beste nu eventjes in die kamers kijken. Ik ga trouwens...
Ik weet niet of er ook instellingen zijn. Ik zou graag gewoon dat beeld ietsjes lichter willen hebben. Brightness. Aha. Oh. Want het is allemaal een beetje... wat was het nog meer? OP? Oké, O en P. O. Helemaal goed. O. Oh my god. Ik hoorde wat. Goed dat we hier even blijven en al die kamers afgaan, jongens. Echt. Want als hij hier straks rondloopt, dan zijn we de Sjaak. En we hebben nu dus al die sleutels nog. Als we één keer gepakt worden en hij slaat ons neer met die knuppel van hem, dan ben je dus ook je sleutels, of in ieder geval een deel van je items, ben je kwijt. Dus dat is wel echt heel vervelend. Wanneer wordt Jimmy actief? Ben ik laggy? Valt mee, toch? Zijn er veel lags? Jij niet de game een klein beetje. Oh nee, dat is wel echt zonde. Als het echt te vervelend wordt, moeten jullie het wel even zeggen. Oh ja, ik zie het. Het is zo stil. Hier zijn we ook nog niet geweest. Ik kan tussendoor wel zeven, maar daar trapt dit spel dus niet in. Oh, hij lagt wel erg, ja. Oké, als jullie er echt heel veel last van gaan hebben, laat hem alsjeblieft even weten, want dan start ik het even opnieuw op. Als dat echt nodig is, dan moet dat. Zoveel stress in mijn... Zoveel stress in mijn donder, echt. Ik weet niet of ik hier al ben geweest, hoor. Maar we zien het wel. Kan je herhalen wanneer we wat moeten melden? Ja, als er te veel storing, te veel lags zijn... Laat het me dan alsjeblieft weten. Want dan start ik hem even opnieuw op. Ja, ik weet dus niet wanneer Jimmy actief wordt. Maar het feit dat hij nu nog niet actief is, daar wil ik gewoon echt even gebruik van maken. We gaan gewoon echt alle kamers af. Alles even doorheen. Oh, portemonneetje. Oh jee. Als Jimmy er is, dan hoor je hem. Dan begint hij gewoon te lachen. Oké, die hebben we allemaal al. Oké, we gaan naar Lower Ground.
Nee, nee. Oh, dit wilde ik niet. Hahaha, ik ben Jimmy. Nou, hij begint te praten op het moment dat... Oh, de store. Niet waar? Wat kan je met de voorwerpen? Hints verzamelen. Getsy Terry. Nou, moet je nagaan. Als die Pipo actief wordt. Dat hij hier gewoon ineens om het hoekje kan staan en dan slaat hij je neer. Echt niet tof. Oh, ik wil dit niet. Mijn god, mijn god. Jimmy on the loose, Jimmy's a goose. He hides all day searching for his prey. Jimmy Spillubane. Dat is voortaan zijn achternaam. Jimmy Spillubane. Niet schrikken, jongens. Je hoort een kind huilen. Is someone there? Nee, dit is het meisje wat huilt. Dit is. Is someone there? Hier misschien. Jimmy houdt vast en zeker niet van een plakje kaas. Nou, dat weet ik niet. Zou het? Ik doe hem iets zachter, want ik begin het zo eng te vinden. Waar moeten we toch heen? Lower ground stond er toch echt. Oké, nee, we gaan het kompas volgen. Daar. Hey Kasi boy, going places. Oh. Oh ja, jullie mogen tips geven hoor. Zeker. Volgens mij. Ja. Daar is het chickie. Het kleine meisje. Maar wat moet ik nu doen? Nee, Jimmy kan niet in de lift, niet op de trap, niet in de lower ground. Eerst verdieping wel hoor. Oké, let's go. Nou, het kompas, dat kun je ook niet op rekenen, hè?
Oké, kan iemand me vertellen wat de bedoeling is van dit spel? Wij zitten in dit hotel. En we moeten erachter zien te komen wat hier allemaal gebeurd is. Nou, wij hebben speciale gaven en we hebben een speciaal apparaat. Waarmee we die geesten dus kunnen oproepen. De slachtoffers van psychopaat Jimmy. Ja, daarmee kunnen we dus... Oké. Even kijken, even een hint. We willen een hint. Zijn de slachtoffers aardig? Jazeker, die hebben het beste met je voor. We moeten dus achter zien te komen wat hij allemaal gedaan heeft. En nou ja, dat gaat dus door middel van visioenen, door middel van deze apparaten. Zij heeft gewoon een speciale gave waarmee ze dus ja, contact kan leggen. Ik denk dat we terug naar Lower Ground moeten. Ik zag het al in de comments. Bedankt. Zo gaan we weer terug naar de lift. Jeetje jongens. We hebben het heen en weer. Ja, dat kleine meisje is wel echt heel zielig. Jimmy wordt nu actief. Zegt iemand. Toch potverdikkie hopen van niet, hè? Ik ben ook eigenlijk altijd de weg kwijt hier. Ik weet nooit zo goed waar die lift is. Hij is hier rechts, volgens mij. Oh nee. Shit, ik weet niet waar ik heen moet, jongens. Nou, dit had ik daar... Ik ben ook dus constant de weg kwijt. Waarom moest dat kleine meisje huilen? Ja, waarschijnlijk omdat Jimmy niet heel aardig voor haar was. Oh jongens. Dit had ik dus de hele tijd de vorige keer. Dat ik gewoon de lift niet kon vinden. Dat ik deed dat rondjes aan het lopen was. Punt is, dat kun je eigenlijk niet permitteren. Want die tijd heb je niet. Dus dit kan straks niet gebeuren. Ik moet een soort manier zien te vinden dat ik hier niet verdwaal. Tyfus lift niet hier. Hehe, kijk. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Fuck. Good. Ik heb gewoon de chat ook weggeklikt uit ellende. Kan ik? Mijn hart. Ik ga hier zo slecht op. Jullie zagen hem niet? Zagen jullie hem wel? Hè? Ik dacht dat je hem hoorde. Moet je nagaan. Met hoeveel scheid. Ik net... Gewoon al die ruimtes door ben gelopen, omdat ik dacht dat die er niet was. Oh, kut. Hij is er nog. Oh, nee. Normaal gaat hij roepen, toch? Gaat hij lopen schreeuwen? I see you. Maar dat doet hij dus niet. Ja, snap ik. Shit. Oké, jullie zeggen dus dat hij... dat je dus een platte grondje kan vinden.
En dat ga ik maar wel gebruiken. Want... kan het niet. First floor. Dankjewel, Rosanne, voor je donatie. Ik schrok zo erg. Doe dit jezelf en ons niet aan. Oh my god. Oké, first floor. Ik heb een plattegrond gevonden. Dit is zo eng. Ik weet ook eigenlijk niet in welke kamer ik zit. Ik durf niet meer naar buiten. Volgens mij moet ik naar links, hè, jongens? Hou je smoel. Laat me met rust, Jimmy. 106. Ja, dan zou ik naar links moeten. Nu weet ik het niet meer. Niet normaal dit. Kom vechten dan, hè, Jimmy. I don't like it. Kijk, ik ben blij dat we wel heel veel spullen hebben gehaald. Oh, wat een ellende. Wat een stress. Wat een stress. Ik adem weer. Nou, ik ook, maar wat een bevalling. Ik vind het een vreselijk spel eigenlijk. Het blijft gewoon echt heel erg heftig. Oké. Tijd voor ons gesprek. Hallo. Who's there? We hebben contact. What's your name? I'm Amy Bell. Oh, Amy Bell. Okay. I saw a girl in the basement crying. Who was she? It was me. A boy called Jimmy locked me in the basement. Oh, stoute Jimmy. Who did the child's purse belong to? We moeten dus de items aanklikken waarvan we denken dat ze bij haar horen. En dan geeft ze dus steeds meer informatie. Dus we gaan de items maar eens even langs. Who did the chef's hat belong to? I don't know. Oh shit. I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? I didn't know what they were until Jimmy showed me. Okay. Nu weet ik het even niet. Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? It could have been mine. Okay. Where did the wooden paddle come from? I don't know. Oh shit. Wat gaan we nu aan haar vragen? Over het zwaard? Who does the sword belong to? Jimmy had it. I didn't like it. Oh. Arme meisje. I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? Oh jee. Why was there a collection of Ik ga gewoon alles vragen, jongens.
Jimmy, kan je niet aanvallen als je tegen een geest praat? Maar, ja, dat kan niet. En we zijn sowieso in de basement. En daar kan hij sowieso niet komen. Ik weet niet of ik nog meer kan vragen. Oké, we moeten dingen gaan connecten met elkaar. Maar, en nu? Ja, wat moeten we nu? Ben je bang? Een klein beetje wel. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Het moment met een voorwerp. When you said Jimmy stole things from you, is that connected with what you said about the purse? Ik vind het toch best wel stressvol hoor. Yes, he took it when I wasn't looking and stole it. Oh, stoute Jimmy! Oh ja, we krijgen nu dus een visioen. Ja, we moeten dus items gaan combineren met elkaar. Is someone there? Oké, ik snap het weer een beetje. Snappen jullie het ook? We moeten dus gewoon aan de hand van clues. Moeten we dit. Moeten erachter komen wat Jimmy allemaal heeft gedaan. Welke geesten allemaal rondzwerven. Waarom ze hier nog zijn. Nou, dat. Ik ga eens even kijken waar we moeten zijn. Jimmy is een creep. Zeker weten. Waar kan je dit op spelen? Nou, ik speel het op PC. Gaan we doen? Ik denk toch echt dat we hier heen moeten. Ik wil het eigenlijk niet meer. Shit. Wat zagen jullie in mijn visioen? Zagen jullie een kamerdeur? G. Ik vind helemaal niks. Naar ground. Kan Jimmy daar komen? Ja, hè? Oh nee, hier kan Jimmy toch niet komen? Ik hoor echt heel veel geluid. Hier kan Jimmy niet komen. Oh. Oeps. Oké, we gaan weer eventjes met het chickie chatten. Is het Amy? Ja, oh. I saw you shouting to Jimmy to give your toy back. Why did he take it? Ik schrok ook wel een beetje, jongens. Because he thought it was funny. He gave it back, but then ruined it anyway. Oh. Klootzak. Oh, ik denk dat we terpentine moeten doen met. Nee. Kijk hoor. Waar is de terpentine? Hier.
What you said about Jimmy stealing your toy, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? Ah. Hij heeft haar knuffel in de fik gestoken. Wat een zak. Is anyone there? Ze is weg. Ze is alweer weg. Dat ging snel. Ik wil niet nog meer kamers langs, jongens. Het is goed geweest, toch? Oké, we gaan eens even kijken waar we heen moeten. Hier kan Jimmy dus niet heen, dus dat is prettig. We moeten naar 1. Hoe weten jullie dit? Hoe weten jullie dit? Oké, we gaan de gevarenzone maar in. Hoe weet ik toch nooit waar ik heen moet? Oh, hier natuurlijk. Oké, daar gaan we dan. Zijn jullie er klaar voor? Ik niet. Maar we gaan het toch doen. Je moet wel goed opletten, hè, Dionne. Ja, I know. Camera, goed. Ik wil dit niet. Ik wil dit helemaal niet. Hoe doen we die deur op slot? Hoe doen we die deur op slot? Weet iemand? Ik hoor hem. Oh, fuck. Ik heb die sleutel helemaal niet. De sleutel niet, trouwens. Ik ben een beetje bang. Even door het gaatje kijken hoor. Oké, we gaan even kijken naar een hint. Krijgen we ook een kamernummer? Zou fijn zijn. 109. Fuck, daar ben ik dus niet. Ik ben in 101. 101, hoe ga ik naar 109? Best ver weg. Oké, ik zit bij 101. Moet straks, als ik naar buiten loop, naar die kant. Naar rechts. Links, rechts, rechts. Ik durf er niet uit. Omdat deze man mij achterna zit en hij roept. Ik ga toch niet naar buiten als hij naar me aan het roepen is. Ik ben zo'n mietje. Ik hoor toch echt voetstappen. Ik was eigenlijk vergeten hoe doodeng dit spel eigenlijk is. Deze man zou moeten stoppen met roken. Het is tijd om de badkamer in te duiken. Hallo, kom ik binnen op enge stukjes? Oh, het is wel spannend. Hoi, lieve Maris, wat leuk dat je er bent. Als Jimmy haar ziet, heeft ze dan verloren. Nou, als ik Jimmy tegenkom en hij slaapt me neer.
Dan zijn we gewoon best wel veel sleutels kwijt en items. We moeten weer wat nieuwe dingen. We moeten weer dingen opnieuw doen. Huh. Dus liever heb je dat niet. Maar je kunt daar nu wel gewoon verder spelen. Alleen het is super frustrerend omdat je dan weer dat apparaat moet gaan zoeken. En heel irritant. Hey chat! Ik ga het doen. Links, rechts. Links. Naar je. Hij is echt heel dichtbij. Hij is echt heel dichtbij. Hij is echt heel dichtbij. Ik ben ook niet. Ik zit niet goed. 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 Ofwel. Jawel. Hij stond vlak achter me volgens mij. Dat hoorde hij echt. Oké, we moeten verstoppen, we moeten verstoppen, we moeten verstoppen. Heel snel, heel snel. Nee, ik weet dat we naar 109 moeten. Maar ik zit wel op de goede route. Dus, ik was naar links, rechts gegaan. Straks als ik die kamer buiten kom... Naar rechts. Rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. Volgens mij spelen we veel te safe. We gaan gewoon weg. Dit bedoel ik. Hoe komen we ooit bij 109 aan? We moeten daarheen. Ik ben weer terug bij af. We weer bij kamer 101. Daardoor kan het spel dus heel lang duren. Dit is super creepy. Ik hoor wel wat. Maar... Horen jullie de voetstappen? Ja, blijkbaar kun je dus Jimmy wel opsluiten in zo'n kamer als je sleutel hebt. Hij is een camper. Daar lijkt het wel op. Hij is wel heel actief meteen, hè? Staat het spel op moeilijk of zo? Oké, let's go. We gaan eruit. We moeten risico nemen. Ik ga wel helemaal hier zitten, want ik durf niet. Kut, ik weet alleen niet meer waar we heen moeten. Ik ben zo bang. Durf niet. Ja, shit man, hij staat daar weer. Vervelende rotvent. Ik ben het echt... Aan het verliezen, jongens. Ik zit nu helemaal aan de verkeerde kant. Super frustrerend. Ik zit in 117, toch? Pff, hij is zo actief. Hij klinkt zo dichtbij de hele tijd, hè? Kunnen jullie misschien voor mij opzoeken op het internet wat nou de tactieken zijn om uit handen te blijven van deze gast? We moeten straks naar rechts, rechts. Rechts. Oh,
Oh my god, ik weet het niet meer. Ik doe veel te traag. Ik weet niet waar ik heen moet. Ik heb... Oké, ik sta met mijn rug naar 16. Ze moeten daarheen. Ik wil dit niet. Daar zit hij weer, daar zit hij weer. Wat een tyfusleier. Oh, ik kan het niet aan. Ik kan het niet aan. Ik kan het niet aan. Hij staat ook de hele tijd. Ik haat dit spel officieel. Je moet Jimmy lokken naar kamer 110, 120 dan gaan. En dan naar 109. Hè? Je moet Jimmy lokken naar de 110, 120 kamers. Nou, daar ben ik dus. En dan naar 109 gaan. Oké, ik weet wel dat hij naar rechts is gelopen. Ik zou naar links kunnen gaan. Het zou kunnen, hè? Toch? Nou, hij is naar rechts gelopen, dus ik zou nu naar links kunnen. En dan kan ik naar 109. Oké, let's go. Ah! Oh, shit, shit, fuck, nee. Oh, 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 oh. In de kast, in. Hij komt binnen. Ja, Brian, dat lukte dus niet. Naar 109 rennen. Dat was mijn plan. Hij is nu bij kamer 120. Nou, daar was hij dus. Oh, je bedoelt ook dat. Hoe kan hij zo actief zijn? Ik vertrouw dit ook niet, hè? Hij liep dus naar rechts en nu stond hij bij links. Dus het maakt dus volgens mij de hele. Hij zit in de badkamer. Hij zit in de badkamer. Want die dingetjes rechts zijn nog rood. Dus hij zit in de badkamer. Oké, maar jongens. We zagen hem toch net echt naar rechts lopen. Links is waar ik heen ging en daar stond hij dus. Dus ik snap eigenlijk niet zo goed wat hier verkeerd gaat. Hij is weg. Ik doe dit echt niet goed. Je moet timen hoe lang hij over één rondje lopen doet. Ja, nu weet ik dus niet welke kant hij op is gegaan. Kamer zit ik eigenlijk 116. Als je die kamer uitgaat, sta je met je neus naar de deur. Is goed om te weten, want dan kan ik op de kaart kijken welke kant ik op moet. Hoef ik niet helemaal na te denken en shit. Ik ga even in de gaten houden waar die langs komt en dan ren ik gewoon de andere kant op. Dat moet ik doen toch, Brian? Dat bedoel je? Dat als die weer langs komt, dan moet je gewoon de kamer uit, de andere kant op. Oh my god. Ik vind het zo eng. Ga die kast in. Nee, maar hij zit me nu niet achterna. Dolly, kom maar. Dolly vindt het ook heel eng. Kom. 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 Goed zo. Nou, Dolly komt er ook even bij. Dus je moet tellen als hij de eerste langsloopt, dan de tweede keer dat hij langsloopt. Brian, ik snap je niet. Zoveel doet hij over een rondje. Oh ja, oh dan moet je tellen. Maar dat is wel heel veel werk hoor.
Oh my god. Echt een creepy guy, maar ik smash hem wel. Nee toch, Tegan? Oké, Ricardo, turn on subtitles. At the top of left will appear a message. If it says Jimmy can be heard. Hè? Jimmy can be heard walking nearby. If it says Jimmy can be heard walking nearby, he's right outside your door. If it says Jimmy can be heard somewhere, he's close to your room. Hè? Moet ik subtitles aandoen? Als Jimmy ziet, ga niet direct in een kamer, want dat garandeert dat hij binnenkomt. Loop een gang of twee, ga dan hiden. Oké. Hè, ik stap. Ricardo, turn on subtitles at the top left, will appear message. Waar moet ik subtitles aan doen? Kan dat? Ja, waarom niet? Hè? Huh? If it says Jimmy can be heard walking nearby. Jimmy can be heard somewhere. Dan is hij close to your room. Shit. Goeie hack. Dankjewel voor die cheat, inderdaad. Gewoon gaan, YOLO. Ja, hij is dicht bij de kamer, dat zegt hij wel. Oké, ik ga nog heel even wachten totdat hij één keer langs is gelopen. Hij doet ruim 55 seconden over een rondje. Alleen als je niet op de gang loopt, kan hij er ruim 5 minuten over doen. Dat is wel heel lang, hè? Oké, ik weet alleen niet waar we heen moeten. Welke weg gaan we nemen? Gaan we naar rechts? Oh, ik vind het echt niks. Ik weet niet waar ik loop ook. Daar ben ik een keer neergeknald. Oké, we zijn goed in de buurt. Nummer 12. Ik vind het helemaal niks. Shit, ik ben verkeerd. Fuck. Oh my god, oh my god, oh my god. Daar moeten we heen. Oh. Holy shit. Oh. Wat een stress. Gaan we. Is anyone there? Oké. Je kan die gozer aan, Dionne. Zij toch, het is je gelukt. Kijk welke opsluitkeys je hebt en kijk of je hem kan opsluiten. Dat durf ik niet. Oh, we moeten denk ik buiten. Ik zag inderdaad zo'n lampje flikkeren. We moeten nu naar buiten, denk ik. Ik denk inderdaad ook de hele tijd dat elk meubel op de gang Jimmy is. Ja, absoluut. Het is zo vreselijk eng. Vreselijk. Vreselijk. Zullen we eerst even kijken of er nog een item hier ligt? Ah, die hadden we al. Oké. Ik vind dit echt het engste spel tot nu toe, ja. Nou, het is vooral
super spannend ook. Is someone there? Wat moeten we nou doen? Daar gebeurde echt helemaal niks. Ik ben zo bang. Misschien kunnen we haar nu wel oproepen. Maar wat moeten we daarmee? Nee, er stond kamer 109, dus ik zit goed. Oké, knuffel Dionne. We gaan eens even kijken. Is someone there? Misschien antwoordt ze nu wel. Shit. Verder de kamer in. Ja, ik denk dat je juist buiten de kamer contact moet maken. Nee, je moet dus niet meer de kamer in. Ik denk dat we buiten de kamer moeten. Wie is daar? Hallo? Ik wil dit helemaal niet. Is iemand daar? Ik weet het niet, jongens. Oh, fuck, nee. Ja, maar ik stond bij die poster. Nee, het is niet 119, het was echt 109. Met je gezicht naar room 109 staan en dan contact maken. Kunnen jullie misschien even op het internet zoeken voor mij? Het zou wel echt leuk zijn als jullie me een beetje kunnen helpen. Want ik loop nu echt vast. Oh. Go to the first floor. Turn around. Oh mijn god. Oh mijn god. Oké. Ze is hier. We gaan maar met haar praten. Is er Amy? Jezus. I saw you holding a toy on fire. Ik schrok me ook helemaal te pletter, jongens. Ah. Het is het zwaard. Oh. Maar... Is anyone there? Nee, maar nu lopen er twee dingen door elkaar. Eén keer even in die spiegel kijken. Want ik wil niet... Dat heb ik de vorige keer ook gehad. Toen had ik twee verhalen door elkaar lopen. Dat vond ik dus echt helemaal niks. Doei Lisa, leuk dat je er was!
Tweede verdieping. Nee, dat was... Dit is eerste verdieping. Ze moeten hier blijven. Waarom? Moet het toch dat meisje? Sorry, pardon. Hier ben ik echt niet wijzer uit geworden. Nu gaan we zeg maar... Ja, second floor. Alleen... Er staat dan een man. We moeten toch eerst dit afmaken met dat kind. Toch? Nou, laten we maar naar verdieping 2 gaan. Even kijken waar ik in godsnaam ben. Hè? Ik heb geen zin om straks weer... Oké, we staan straks met ons neus. Oké, we moeten helemaal naar links. Oké, we gaan. Nou, we zijn nog niet klaar met Amy, volgens mij hoor. Maar oké. Oh nee. Ja. Op internet staat, ask about Amy holding a toy on fire. Ja, dat heb ik gedaan, Maris. Dat klopt. Ja, weet ik. Klojo. I don't know. Waar ben ik? 113. Kak. Oh, hij... Zagen jullie dat er stond in die ondertiteling van... Ja, bij floor 2. Bij floor 2 is hij dubbel actief. Ik snap het, Brian, maar we moeten daar eerst nog zien te komen. Welke kamer zitten we nu? Nee, hij zit in de badkamer verstopt. Je kan dus aan die rode die streepjes onderin zien dat hij nog in de kamer is. Oh my god. Waar ben ik? 115? Oh, Maris, jij zegt kamer 102, 103? Dat ik daarheen moet? Jeetje, dat is weer de andere kant. Oké, hij is weg. Zullen we gewoon wel eerst even naar de elevator lopen? Die is nu redelijk dichtbij. Of nee, we gaan gewoon 102, 103 dan. Oké, ik ga naar je luisteren. Jimmy is voor de zoveelste keer mij aan het fucken. Echt. Deze gast. Zit in 150... Nee, nee! Weg. We moeten dus naar rechts. 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 Hier naar rechts. Ja. Oké. Maris, ik ga doen wat je zegt. Hij is echt actief, man. Zo irritant. Jimmy moet echt eens naar de kapper. Ja, klopt. Hij is gewoon heel dichtbij de hele tijd. Hij kijkt gewoon naar binnen, toch? Hoe ziet hij je niet? Nou, soms ziet hij je dus wel en dan ben je dood.
Ja. Ik wil niet. Oké, hij is redelijk ver dus. Wat een hel van een spel. Nou, nu ben ik de Sjaak. Ik moet even in de kamer, want ik hou het niet meer. Ik hou het niet meer. En ik zit weer in kamer 109. Ik heb mezelf weer ergens in een soort doodlopend pad gehesen. Super chill. Heel kut, want dit loopt dood, dus je moet weer terug. I don't like it. Kut, ik hoor voetstappen. Luister, ik ga meteen weer terug. Ik kan niet meer. Hoorden jullie geen voetstappen? Ja, nee, dat durf ik niet. Ik durf hem niet op te sluiten. En ik heb bovendien niet alle sleutels, hè? Kijk. Zie, ik heb 109 helemaal niet. Dolly is je bodyguard. Oké, hij is wel stil. We zijn er. Chrissy, wake up! Jouw hoofd als je door die gangen loopt. Oh my god, ik vind het ook helemaal niet meer leuk eigenlijk. Nee, maar dit hebben we wel even... We gingen wel even lekker door die gang heen. Is anyone there? Helemaal top. Waarschijnlijk moeten we naar buiten. Ah, poepie toch. Is anyone there? Rot op hoor. Fuck. Is someone there? Geef dat zwaard aan het harnas. Ja, dat kan niet. Oké, ik heb een... Oké, die lichtflikkering heb ik gezien. Maar wat moet ik dan doen? When you see the knight's armor, wait until you see the light flickering. Oké, dat is gebeurd. En wat moeten we dan doen?
Ik ga even kijken hoor, voor de zekerheid. Ja, vriend. Zout op hoor. Is someone there? Ik weet niet wat ik moet doen. Oké, nou. Misschien wil ze hier antwoorden nu. Is someone there? Ah, ik kan niet meer. Ik weet dus niet zo goed wat we moeten doen. Ja, kijk, ik snap het, maar dan moeten we überhaupt contact krijgen met die chick. Wie is dat? Go around the corner, wait a little while. Ik snap het niet. Go around the corner and wait a little. The sighting doesn't trigger. Turn around. Go around the corner. Wait a little. Ja, maar wat moet ik nu doen? Ik vind het zo eng om hier te blijven staan. Ja, dus voor die armer wacht tot lid licht flikkert. Ja, hij pakt hem gewoon niet. Nee, ik moet niet wachten totdat Jimmy komt. Sorry hoor, maar dit ga ik toch niet doen. Rot op. Het heeft niet... Je moet niet... Je moet echt niet wachten op Jimmy, dat geloof ik niet. Ik geloof het echt niet. Ik weet niet eens waar die stond, maar... Het gaat wel mis. Ja, ik heb de hele tijd om het hoekje gekeken, toch? Nou, ik snap het niet. Misschien moeten we toch maar naar verdieping 2.
Ik ben dood. Oké. Ik schrok me helemaal kapot. Oké. We gaan met haar praten. Is het Amy? I saw you outside a room. Something frightened you. What was it? Jeetje jongens, wat een spanning, hè. Lekker bezig, dankjewel Maris. Voor de tips. Hè? When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay, does that have anything to do with what you said about the sword? Okay. Oh my god. Hij heeft sowieso haar hand afgechopt. Oh nee, hij heeft dat... Okay, we gaan nog één keer die spiegel bekijken, want... Het visioen zei, nummertje 1, moeten we dan misschien naar de lift? Ja, de fles alcohol heb ik al. Oké, let's go, 112. Alsof we al niet genoeg stress hebben. We zitten in 102. Jeetje, is ook weer echt de andere kant. Nou, valt nog mee. Het is een beetje op de helft. Oké, het zijn twee visioenen door elkaar, hè? Vergis je niet. We gaan dus eerst de eerste doen. We gaan naar 112. Ik ben wel benieuwd waar Jimmy nu is. Oké. 112 zit nu 102. We gaan... Ja. Dit is wel echt heel erg kloot. Sorry hoor, maar... We zagen echt helemaal niks. Gewoon echt helemaal niks. Je kunt beter 112 bellen in plaats van erheen gaan. Je hebt gelijk. Oh, wat een kutzooi. Wat hebben we nog? Nou, niet veel. We moeten weer het apparaatje zien te vinden. Nu kunnen we hier dus helemaal niks. Het is wel echt super jammer. Zie je, al die sleutels zijn we kwijt. Dat is wel echt balen. Holy shit. Shit. Kut. Ja, we kunnen nu natuurlijk niks oproepen. Nou, we hebben nog een paar sleutels over. We moeten in storage kijken, volgens mij. Storage bij de elevator.
Oh my god, ik schrok van jou. Sorry. Ik ben op zich dichtbij. Moet naar links. Okay, we horen nog niks. Naar links. Hey, ik zag net die flip. Helemaal nergens hoor. Oh. Fuck! Fuck! Mijn pijltje doet het niet! Ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben zo dood. Kom op. Gebeurde er? Ik durf echt niet meer. Ja, ik weet het. Ik weet alleen niet welke storage we zijn. Ja, de verkeerde. Oké. Oké, we gaan de... naar links. Jezus. Oh shit. Dit is echt zo intens. Zo fucking intens. Holy shit. Oké, waar zijn we nu? Potjan Dikkie. Ik weet ook niet waar we nu zijn. 107. Kom op, 107. Waar is dat? Na storage. Als het goed is. Oké, nou, zo lief als dat ze zijn, hebben ze me wel. Fuck. Dat is echt niet de bedoeling, want het is hier super donker. Ik denk. Ja, ik weet het. We gaan het kompas gewoon volgen, want ik weet echt niet waar dat ding ligt. Ja, dan moet ik weer naar achter. Ik vind het niet leuk meer. Oké, dit is de kamer. Ik krijg een hartverlamming, ja. Oké, fijn. We zijn volgens mij nu wel echt alle sleutels kwijt. Alles. Maar waar is dan dat ding? Bel anders even met Maris. Zal ik even kijken? Kijk, ja. Ja, dat weet ik. Neer de stairs. Vlakbij de trap. Daar ben ik niet vlakbij. Rechts. Verkeerde keuze, verkeerde keuze. Oh, ik weet niet of dit zo'n goed idee is geweest, want deze kamer beschermt je dus niet. Zo'n donkere kamer. Ik denk dat we dood zijn. Alweer. Wat
Een motherfucker. Ik weet niet wat ik moet doen. Oké. We moeten naar de Stairs. Ik weet natuurlijk alleen niet hoe ver hij is van ons. En welke kant hij op is gelopen. Ik zou dolgraag naar rechts willen namelijk. Dion, hoe heb je dit overleefd? Ik weet het niet. We moeten het hoekje om. Oké, let's go. Oh. Ik ga even hierin stoppen. Ik ga nu maar gewoon echt heel voorzichtig doen. Die hadden we al. Maaike, wil je alsjeblieft kappen met spammen? 120 zitten we nu. Dus ik zit goed. Ik moet nu rechtdoor, rechtdoor en dan naar links. Rechtdoor, rechtdoor en dan naar links. Oké, let's go. Het is echt veel werk als je dood bent gegaan om dan weer je device te vinden. Naar links. Hij is echt heel erg dichtbij. Echt heel erg dichtbij. Volgens mij hebben we hier de sleutel van. Zullen wij proberen... Ik wil even checken. Wat we zouden kunnen proberen is om Jimmy op te sluiten. Zullen we dat doen? Kunnen jullie een tutorial? Kunnen jullie een tutorial vinden? Van hoe we dit moeten aanpakken? Want ik durf dit niet. Eigenlijk, misschien. Ik weet niet hoe dit moet. I'm here. Down here. Wat zijn we ook naar aan het doen? Nee, Iris, dat is dus niet waar, want als je langs de badkamer komt. Oké, we moeten dus voor zorgen dat hij de kamer binnenloopt. This way. Iris, dat kan niet. Jimmy? Nee, dat werkt echt niet zo. Dat werkt dus echt niet zo. Volgens mij moet je juist de badkamer verstoppen. Want ik heb dit vaker meegemaakt. Zodra je langsloopt,
Zodra je langsloopt, slaat hij je namelijk. Volgens mij is het toch... Je moet toch... Ja. Ja, Iris, maar dat is gewoon niet waar. Ik heb namelijk zelf dat heel vaak gehad. Dat ik in de kast opgesloten zat. En dat hij nog in de badkamer zat. En hij pakt je gewoon als je daar langs loopt. Daar is gewoon echt niks aan te doen. Wacht, ik ga er een tutorial van kijken. Ik ga het zelf even opzoeken, want het klopt echt niet. Ja, maar toch moet het zo. Ja, dus niet. Dat werkt dus niet zo. Ik ga even een filmpje kijken. Oké. See if it is wiggling. Four. As soon as Jimmy starts to try and open the door, take one step towards the wardrobe, but do not enter. Five. When you hear the door squeak, like so, enter the wardrobe. Six. Wait for the sound of Jimmy leaving. Jimmy incredibly faint creep of the room or is in the bathroom. If he has left the room, you will possibly hear an incredibly faint creak sound, like this. Ben hem even op de... Or him calling out in the hallway. If you want, you can wait a while inside the wardrobe. Ik heb dit heel vaak geprobeerd. And then quickly move over to the front door, clicking repeatedly on the door to leave. 9. Once outside, not getting bumped by Jimmy in the hallway. Open your inventory and click on the key for the room. Oké, het moet dus wel zo. Maar ik heb dit dus heel vaak gehad dat hij je gewoon slaat. Nu maakt het niet uit, want we hebben het device niet meer. Maar ik heb dit heel vaak gehad. Het internet staat dat hij je alleen pakt als je hem geluiden hoort maken terwijl hij in de badkamer is. Hey! I'm here. Nou, dat stil zijn, dat heb ik ook gehad. Nou, dat heb ik ook. Toen was die ook stil. Ik heb super lang gewacht. Je moet ook de deadlock key hebben. Ja, ik wil dit gewoon kunnen. We hebben het ook nodig. Wait for the sound of Jimmy leaving. Seven. At this point, Jimmy has either left the room or is in the bathroom. Oh god. The room, you will possibly hear an incredibly faint creak sound, like this. Or him calling out in the hallway. If you want. You can wait a while inside the wardrobe. Oh jee. Leave the wardrobe and then quickly move over to the front door. Even, ik zit een tutorial te kijken hoor van hoe we dat doen. You can wait a while inside the wardrobe. 8. Leave the wardrobe and then quickly move over to the front door. Click 8. Or him calling out in the hallway. If you want, you can wait a while inside the wardrobe. 8. Leave the wardrobe and then quickly move over to the front door. Oh god, ik vind het zo spannend. Wacht. Leave the wardrobe. Or him calling out in the hallway. If you want, you can wait a while inside the wardrobe. 8. Leave the wardrobe. Stop it, dude. If you want, you can wait a while. Or him calling out in the hallway. If you want, you can wait a while inside the wardrobe. 8. Leave the wardrobe and quickly move. Maar ik heb toch niet de deadlock key nodig? Jimmy in the room with you. You know what? Please focus. 2. You must pull Jim. 1.
You must have the key for the room you are going to lock Jimmy in. Okay, now die heb ik. 2. You must pull Jimmy to the room. You can do this one of two ways. You can call out to him from inside the room next to the this door. This way. This is the safest option, but Jimmy has a higher chance to not come into the room. Oké, we gaan het doen. Fuck it. Down here. This way. Oeh, dat was heel dichtbij. Oké, daar gaan we dan. We gaan het proberen, ja? Maar ik denk dat dit wel echt onze dood wordt. Hè? Huh? Waar is hij nou? Shit, het is niet gelukt. Jimmy? Komt hij nou? Ik blijf het zo eng vinden. Wat is dit? Hey! Kom nou. Ik wil dit proberen. I'm here. Ooh, ooh. Down here. Ja, mijn lijnen zijn rood nu niet meer, maar klopt dus niet altijd. Oeh, dat was een klein foutje. Jeetje, ben ik nou nog steeds niet... Duidelijk genoeg, ik zit in de kast. This way. Jimmy? Oeh, nu ben ik te laat, denk ik. Ik denk dat we nu dood zijn. Ik snap het niet. Ah! I knew it. I knew it. Het is gewoon niet te doen. Het is gewoon echt niet te doen. Fucking kut. Het is gewoon niet te doen. Als je hem op de gang roept... Moet je wachten tot hij je gezien heeft. Wel. Hoeveel sleutels hebben we nog? We hebben alles nog. Prima. Oké. Jammer dan. Welke kamer is het eigenlijk?
precies geen idee waar we zijn. Nou, ik snap het niet. Wat hebben we verkeerd gedaan? Fuck. Zo eng. 113. We hebben nog steeds dat stomme device niet gevonden. Het is hier. Daar is die. Oké, nu moeten we echt weer eventjes... Waar moesten we ook alweer heen? 112, hè? Die weer. 112. Oké, ik zit niet goed. Maar we zitten wel redelijk dichtbij. Diaspammetje. Ik ga hem niet meer opsluiten hoor, want ik heb sowieso de sleutel van deze deur niet eens. Nee. Dus ja, we kunnen het ook niet doen. Waar is die nou? Ik wil nu echt niet dood. Oké, we moeten zo wel naar links. Goed uitkijken, jongens. Oké, hier is 112. Ik heb het een beetje door met die map. Oké, daar gaan we. Nog even zoeken. Nee, dat hebben we al afgezocht. Niet hier, Jimmy. Niet nu en niet hier. Hallo. Is it Amy? Yes, I'm Amy. I saw you drinking something. You didn't seem to like it. What was it? The boy told me it was medicine. It tasted horrible. Het was alcohol. We gaan het pairen met de alcohol en dit. Ja. When you said the medicine tasted horrible, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Maybe. He told me to keep drinking. So, arm kind. Oh, dat is echt heftig. Nee. Kijken waar we heen moeten. Leuk alcohol. Maar ook gewoon whisky, hè, voor zo'n kind. Dan ga je gewoon dood. Oh mijn god. We moeten naar 3. Ik heb wel echt medelijden met dat kind hoor. Ja, ik ook. Ik vind het toch wel echt heel zielig. Oké, we moeten straks naar links.
We gaan naar 3. Eens even kijken waar hij is. Hij lijkt een beetje op Carcabel. Nou, Iris. Een beetje wel. Zit niet goed. Ik moet hier echt absoluut niet heen. Shit. Ik wacht nog maar heel even. Bailey, tot de volgende keer. Volgende week ben ik trouwens niet live. Want ik ga varen. Dus gaat even niet door. Oh, hij is wel echt heel dichtbij. Nee, ik ga Jimmy nog niet opsluiten, jongens. Lijkt een beetje op verstoppertje, maar dan enger. Nou, ik heb een keertje zo'n verstoppertjes nachtmerrie gehad. Dat ik moest verstoppen voor een enge clown. Een killer clown. Oké, even kijken waar die is. Het loopt daar dood waar die heen liep, volgens mij. Ja, hij is dichtbij. Ik durf dat gewoon niet. Want ik vind het echt doodeng. Oké, okay, let's go. Op naar nummer 3. Oké, volgens mij is hij daar heel actief. Ik weet niet wat we daar moeten hoor. Robin, dankjewel voor je lidmaatschap. Mark. Zo, tering schroef me dood. Dankjewel voor het lid worden, lieve Robin. En nu? Is er Amy? Oké. Is het Amy? Oké, we moeten sleutels vinden. Ik vertrouw het niet allemaal. Zo'n donkere hal ook. Oké, hier moeten we sowieso niet wezen. Zit in 302. Ik heb de sleutel niet. Iemand zegt, dan moet je via de ground floor. Ja.
Ah, Robin, dankjewel voor je donatie. Sinds je over bent op True Crime Horror, enorm fan. Dat is echt superleuk om te horen, dankjewel. Superlief. Vanaf de ground floor kun je omhoog bij de trap. Ik zit nu niet goed. Ik zit nu bij de lower ground. Ik ga naar de G. Maar volgens mij heb ik helemaal geen trapsleutel. Maar goed, hier zijn we tenminste even veilig. Dat scheelt ook. Nu weet ik eigenlijk niet of hier trappen zijn. Nee, die is hier niet. Er is geen trap hier, volgens mij, of wel? Oh ja, super bedankt. Dat is echt een goede tip geweest. Ik weet niet meer wie het zei, maar Jul volgens mij. Nou, hier kan hij dus ook niet komen, dus dat is heel fijn. Doei sterren, superleuk dat je er was. Is anyone there? Is it Amy? Ah, Nicolette Kappers, dankjewel voor je lidmaatschap. Al 7 maandjes hier. Mwah, super dikke kus voor jou. I saw you at the top of the stairs, on the banister. En ga eens even kijken wat zij nog te zeggen heeft. Ah, ze is zelf gesprongen. Ze is natuurlijk super dronken geweest. Ah, nee. Zielig. Ja, nu weten we dus wat er met haar gebeurd is. Mijn god. Is anyone there? Ja, jongens. Ik denk dat het zo wel even genoeg is geweest. Er gaan veel mensen ook slapen. En we hebben het verhaal van Amy gewoon helemaal uitgespeeld. En dat is gewoon... Het is gewoon mooi geweest, jongens. Wat was het spannend, hè? At Dead of Night. Jeetje. Jongens. Het was echt... Poeh, ik ga even opslaan nog. Maar... Ik ben ook helemaal moe. We zitten op 15%. Dus we hebben nog redelijk wat streams te gaan. Oh my god. Wat was dat erg. Amy is nog niet volledig afgerond. Niet. Nou ja, volgens mij wel hoor. Het verhaal van Amy is bijna klaar. Oh my god, Dolly. Doe je nou? Volgens mij heeft ze een beetje op mij geplast. Eeuw. Het is natuurlijk een oud hondje. Dolly? Moet je aan de Tena Lady? Nou, ik ga er even uitlaten, jongens. Ze is net uit geweest, dus ik snap het niet. Maar het is genoeg geweest. Jongens, volgende week ben ik er dus niet. Ga bootje varen. Mocht het anders zijn, dan zien jullie dat wel op Instagram. In ieder geval echt ontzettend bedankt, hè, voor het kijken vandaag. Ik vond het wel weer een heel gezellig streampie. Dus ik ben ook wel echt best wel moe. We gaan er gewoon een einde aan breien. Ik zal even een muziekje op, hoor. Poeh, een angstplasje. Nou, ik begrijp het, hoor, Dolly. Arme Dol. Jeetje. Wat is dit? We hebben heel slecht internet vandaag. Maar goed, was gezellig. Tot snel. Maar is ook superleuk dat je keek. En ontzettend bedankt. Ik zie jullie sowieso vrijdag weer met een nieuwe misdaad en make-up en een nieuwe moordkast. Slaap lekker allemaal. Mocht je niet kunnen slapen, kijk even My Little Pony of iets waar je rustig van wordt. En dan komt het allemaal helemaal goed. Dus tot de volgende keer. Doei!